gaat evolueren! Ja! Dit is zo cool. Nu krijgen we de eindevolutie, jongens. Yo, Nintendo fans. Welkom op je favoriete Nintendo kanaal. Oh, dat zei ik vroeger altijd. Is het eigenlijk nog wel zo? Is het nog jullie favoriete Nintendo kanaal of wat? Laat het even weten in de reacties. Doen duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we snel verder met Pokémon Shining Pearl. Want we zijn hier bij de Pokémon Mansion. Hallo, meneer de politie. De politie zegt, nou, tussen jou en mij, die patrouille lopen, dat is best wel veel eisend. Nou, dit is de Pokémon Mansion, jongen. Wat gaan we hier doen dan? Oh, we gaan sowieso battelen. Oh, niet. Oh, wel. Ja, ik dacht wel. Ik hoor toch een battle muziekje. Maar hij ging niet in de battle animatie. Maar nu wel. We gaan tegen rijke jonge Jason. Oh, en Jason gooit Luxio. Oké, Jason. Ik heb hier zo mijn bazen Carnivine. Laat ook even in de reacties weten wat ik hier moet gaan doen in deze mansion. Of ik dingen vergeet, ja of nee. Of dat het allemaal helemaal goed gaat. Volgens mij is de mansion best wel tof. Volgens mij kan dit best wel leuk zijn. Maar ik ben bijna alles vergeten van Pokémon Platinum, Diamond en Pearl van vroeger. Dus ik weet het allemaal niet meer, jongen. In ieder geval ga ik deze Luxio even patak, even smacken met mijn Fine Whippy. Oh, en trouwens, zet ook even belletje aan dan als je geabonneerd bent, want het is bijna vakantie en zo. En dan mis je geen enkele video in de vakantie. Dat is super chill. Nu, tegen mevrouw Melissa Bun Eerie. Best een grappige naam, want deze heeft dus van die buns op zijn oren. Ik vind het wel leuk bedacht eigenlijk. Bun Eerie is gewoon ook nog sneller, joh. Zijn linkeroor is wel een beetje vreemd of zo. Lijkt net op een drolletje waar dan een hoopje, ja, wol op zit of zo. Als we deze vangen, dan noemen we hem Droloor. Is dat is dat een goede naam? Droloor vind ik wel een leuke naam, jongens. Als jij een betere naam weet voor Droloor, dan mag je het ook even in de comments gooien. Jullie mogen echt een hoop in de comments gooien vandaag, jongens. Ik heb zin in deze video. Ik heb zin om weer lekker verder te spelen. En even te kijken wat er dan allemaal in deze mansione is. Maar nu is het tijd voor Carnivine om achter mij aan te zweven. Kijk hem, deze vliegende plant. Oké, hallo mevrouw. Dit is de weg naar de Trophy Garden. En de tuin, de garden is open voor iedereen. Maar er zitten wel wilde Pokémon. Pokémon in deze garden. Okay, laten we even gaan kijken. Misschien gaan we hier een mooi Pokémonnetje vinden hier in de Trophy Garden. We beginnen met een Roselia. Nee man, Carnivine man, Carnivine. Carnivine bijt die Roselia maar door. Wat ze vlot, lekker. Ik heb gehoord dat je hier Pikachu kan vinden. Ik wil eigenlijk best wel graag Pikachu. Sowieso Pichu. What up, Pichu? Ik denk dat ik Pichu in één keer sloop. Ja, kijk, nee, we moeten echt even Pikachu hebben. Hey, zit mij niet te static te maken, jongen. Vervelende man of vrouw. Ik weet niet, ik heb niet gekeken of het een man of vrouw was. Misschien was die onzijdig. Kan ook. Pikachu, where are you? Oké. Starapia. Yo, Gerrit gaat naar level 32. Nou, weet je wat? Pikachu heeft geen zin. Laat ook maar zitten ook. Ik bedoel, we hebben een Luxray op level 35. Dat is ook al episch. Eens even kijken wat hier nog meer is, hoor. Hallo. Dit is de kamer van Mr. Backlot. En hier vinden we een TM'tje die ik nooit van mijn leven ga gebruiken. Oh, maar wat doet de politie hier, joh? Die zegt, ja, je mag kijken, maar niet aanraken. Deze statue? Wat is dit voor een bijzondere statue dan? Het is een Charmander met horns of zo. Oké, dit is de butler. En ik moet nog met die vent praten. Niet naar buiten lopen. Hallo, hallo. Ik ben de eigenaar van deze mansion. Ik ben heel erg trots op dit huis. Maar ik ben het meest trots op de Trophy Garden in de tuin. Of nou ja, daarachter zeg maar. Waarom zou ik heel ver gaan reizen als Pokémon sowieso naar mij toe komen? Ja, weet ik ook niet. Hallo. Oh, daar mogen we niet naartoe. Hier kunnen we wel in. Oh, is dit jouw slaapkamer? Oh, kan ik hier ook slapen? Ah, ik wil ook even slapen. En ik wil even in de prullenbak kijken. Want er liggen best wel vaak items in. Even hier naar binnen. Hier in de prullenbak kijken. Die is leeg. En hier krijgen we een zoetbel. Dat is nice. Want als je dan een Pokémon moet evolueren die evolueert door friendly te worden. Dan kan je de zoetbel aan een van je andere Pokémon geven. En dan gebeurt dat sneller. Dus dat is super nice. En hier ligt ook nog een item. Een great ball. Oké, nog één keer kijken of Pikachu er is. Nou, dag iedereen in de mansion. Ik wou heel graag een Pikachu, maar jullie gunnen niet. Dus dan hou ik maar gewoon mijn bazen Luxray. Ik had wel gehoopt dat ik daar even kon gaan slapen eigenlijk. Gewoon even lekker tukkie doen. Maar dat zat er niet in. Weet je, ik zet Gerrit even als eerste in mijn team. Even kijken hoe Gerrit het doet. Ik heb Gerrit nog bijna niet gebruikt, jongens. Dat is eigenlijk niet oké. Oh, ik kan hier niet langs. Oh, ik kan hier wel langs. Daar ligt ook nog een item, maar de kan ik denk nog niet gebruiken, want ik heb nog geen surf. Yo, Chetto! Die kon je in het begin krijgen door te ruilen tegen een andere Pokémon. Volgens mij tegen een Floatzel of een Bwizzle. Maar ik heb nog niet gevochten tegen een Chetto. Ik gooi even een Waterpulse. Dus even kijken wat dat doet.
Oh, dat is genoeg. Lekker, Gerrit. Ja, ik weet het. Ik heb dus nog steeds 2 water-Pokémon in mijn team. Ik heb Golduck en ik heb Gerrit. Maar Golduck is eigenlijk ook nog Psychic. En Gastrodon is eigenlijk ook nog Ground. Dus het is best wel... Ja, het is niet heel erg dat we nu 2 watertype Pokémon hebben. Maar goed, als we hele vette nieuwe Pokémon tegenkomen, dan gaan we die sowieso vangen. En dan ga ik kijken of jullie die een nickname hebben gegeven ergens in de comments. Ancient Power! Gooi stenen op Roselia! Oké, die viel best wel tegen. Nog een keer dan! Fossielen er bovenop! En Jaws gaat ook alweer naar level 29. We hebben Jaws best wel snel getraind in Carnivine. We hebben natuurlijk ook heel veel laten doen. Daar loopt nog een politieagent. Hier loopt nog een politieagent. Hallo. Wat lopen jullie hier nou allemaal te doen, joh? Oh, hij is een beetje duizelig aan het worden, omdat hij altijd rondjes loopt. Nou, wij gaan lekker hier naar boven. Hier is nog een politieagentje. Hij zegt hallo. Het is altijd leuk als een trainer stopt en even hallo zegt tegen ons. Nou ja, graag gedaan, denk ik. Even kijken, hier staat een boompie. Ja, daar kunnen we nog wat honing in stoppen. Maar ik weet niet of ik honing heb. Ik ga gewoon verder. Ik heb daar geen tijd voor. Ik moet badges halen, jongens. Oh, maar nu zijn we weer in Hardtone City. Oh, maar nu kunnen we misschien hier wel de gym challenge doen. Want Fantima, Fantoma, Fantasia, Fanti, Fanta, mevrouwtje. Die was natuurlijk weg. En die zei, ja, hey, je moet eerst kapot veel sterker worden. En dan pas mag je tegen mij battelen. Maar nu ben ik kapot veel sterker. Dus nu gaan wij battelen, toch? Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Ik denk dat mijn team klaar is. Mijn team is daar sowieso klaar voor. Ik denk dat het een psychic of een fairy of een ghost type gym is. Ik denk één van die drie. Is er nu wel iemand thuis? Nog steeds niet. Ja, dude. Waar is zij, joh? Oké, waar moeten we nu naartoe? Hier naartoe naar Celestian Town? Misschien moeten we via Celestic Town. Laten we even hier naartoe vliegen. Zou zomaar kunnen. Want volgens mij konden we eerst niet die kant op namelijk. Want toen hadden we nog geen strength, dacht ik, toen ik hier was. Maar nu hebben we die natuurlijk wel. Kijk, dan als het goed is, kunnen we nu deze stenen gewoon lekker... Oh, we hebben nog steeds geen strength. Wat? Wat? Ik ben de weg kwijt, jongens. Solation Towns hebben we ook al gezien. Oh, we moeten hier naartoe. Er staat gewoon een vlaggetje, Rick. Er staat gewoon een vlaggetje. Je moet naar Pastoria City, jij noob. Kijk gewoon waar de freaking vlaggetje staat. Oké, Pastoria City. Wat moeten we hier doen dan? Oh, deze gast zegt we moeten naar het meer. Oké. Maar ik heb je afgeluisterd, vriend. Hij zegt als ik niet zo'n haast had om mijn pakketje af te leveren bij dat water, dan zou ik je kapot maken met mijn Pokémon. Maar nu ben ik weg. En volg mij niet. Je weet zelf wat wij gaan doen. Volgen die handel. Hey, hallo, ben je er weer? Hij zegt als ons plan werkt, dan komt de baas dichter bij zijn plannen. Bij zijn ideaal. Bij de wereld die hij wil maken. Nou, bedankt dat je me alles vertelt wat jullie gaan doen. Yo! Tjukadik! Oh, je wil weer battelen, joh, gast. Oké. Daar gaan we weer. Hij heeft nu 4 Pokémon, ons Tjukadik. En begint met Starly. Hoe is het nog steeds een Starly? Waarom is jouw Starly nog steeds niet geëvolueerd? Hij is level 26. Hij doet Endeavor. Dat doet trouwens best wel behoorlijk pijn op Jaws. Doe eens even normaal, joh, met je Starly. Hij gaat nog een keer Endeavor doen. Kijk dan. Ik word gewoon bijna kapot gemaakt door een Starly die niet eens een super effective move doet. Volgens mij krijgt hij echt een hele zieke Staraptor. Oké, wie heeft hij nu? Ponyta. Dan moeten wij sowieso wisselen. En dan gaan wij wisselen naar Gerrit. Gerrit de slak. Blijf leuk. Ik had dan eigenlijk wel de blauwe moeten hebben. De blauwe versie van Shellos. Zijn Pokémon zijn wel allemaal sneller, joh. Kijk, hier, zijn Ponyta is ook al sneller. En dan gaat hij... Alleen maar zorgen dat hij nog sneller is. Ik snap jou. Ik snap niet waarom je dat doet, jongen. Val maar gewoon aan, jongen. Doe stomp op mijn hoofd of whatever op mijn hoofd. Maar niet dit. Want nu is je Ponyta ook gewoon weg zonder dat hij mij heeft kunnen klappen. Dan nu, Roselia. Easy peasy toch voor Abu. Oh, Tjukarikje. Waarom heb je nog geen 6 Pokémon, jongen? We zijn al super ver in de game. Je moet nu toch gewoon een full squad hebben, man. Abu, ga naar level 36! Dat is vet. Die wil close combat leren. Dat vind ik altijd wel een lekker movie. Die doen we in plaats van Scratch. Want Scratch gebruiken we letterlijk nooit. Ember gebruiken we trouwens ook echt nooit. Let's go, Simba. Een vrouwtje Simba eigenlijk. Ja, iemand zei het al in de comments dat het eigenlijk Nala moeten zijn in plaats van Simba. Maar goed, maakt niet uit. Vrouwtje Simba kan net zo harde spark doen op Primpluppie. Ja, Primpluppie is altijd wel goed in verdedigen. Dus die overleeft dat altijd wel. En, heeft Tjukarik mij überhaupt aangevallen? Ja, die Starly die heeft mij natuurlijk aangevallen in het begin. Sjonge, jonge, sjonge. Doei. Oké, ik was net Team Galactic aan het achtervolgen toen je aankwam rennen. Ik hoop niet dat ik hem nu ben kwijtgeraakt, die gast. Maar weet je waarom het zo leuk is dat Abu naar level 36 ging? Hij gaat evolueren! Ja! Dit is zo cool. Nu krijgen we de eindevolutie, jongens. Infernape! Daar komt-ie!
Hatsaflats, wat een basie. Ja, dit is wel de tofste eindevolutie van de Stardust uit deze generatie, vind ik hoor. Infernape. Nou, Chukarik, sorry man. Waar ben je dan, jongen? Waar ben je? Oké, we moesten volgens mij hier weer overal omheen fietsen. Oh, is dit hem? Hallo? Hij zegt, we hebben de energie nodig van de windmolens. We hebben ook een genie nodig om dat te laten werken. Maar onze baas is een genie. Hij gaat weer wegrennen. Dag. Spring niet achterop bij mij. Achterop mijn fiets. Want ik jaag op Team Galactic. En dat boeit ze helemaal niet. Oké, hier naartoe. En dan hier. En dan hebben we hier aan... Oh, hij staat nog hier te chillen. Hallo. Hij zegt, waarom ren ik weg, joh? Ik ga dit gebruiken. Nee, hij gaat nog steeds niet battelen. Hij denkt, ik ga jou niet battelen, vriend. Nou, dan toch niet, joh. Leid me maar helemaal naar je baas hier, joh. Hij zegt, zit je nou nog steeds mij te achtervolgen? Het meer is al heel dichtbij. Je laat me geen keus. Mijn Pokémon gaan jou slopen. Nou, kom maar slopen dan. Kom dan. Kom dan. Ja, dan heb je alleen een Glammeow. Heb je alleen een level 25 Glammeowtje. Oh. Oh. Oh, maar die heeft wel super effective move. Die heeft opeens Aerial Ace, joh. Waar gaat dat nou weer over? Oh, nee. Oh. Oké. Jij wil echt even stoer gaan doen. Jij laat mij gewoon slapen. Word wakker, Jaws. Hier heb je een awakening. Kijk hem gaan, jongen. Weer Aerial Ace. Ja, hij doet wel echt stoer, man. Niet mij weer laten slapen. Gast. Zo vervelend. Dude, dit kost me alleen maar geld, hè. Ik moet de hele tijd awakenings gebruiken nu. Ik ben echt vervelend, man, met je Glammeow. Hypnosis heeft toch maar een accuracy van 55. Hoe kan hij 3 keer achter elkaar mij raken met hypnosis? Dit gaat helemaal nergens over. Normaal gesproken raak ik nooit als ik hypnosis gebruik. En hij gewoon 3 keer achter elkaar. Jij wilt dit gaan doen? Hier. Ik ga Abu op je afsturen, jongen. Gooi maar Aerial Ace. Ik ben sowieso sneller. Dan heb je geen kans meer met je hypnosis. Oh, je gaat nu Fury Swipe doen. Je gaat nu tijd lopen rekken. Gelukkig raak je maar 2 keer. Pak deze gast met je Close Combat. Maak hem helemaal kapot. Hatsaflats. Wegwezen. Wat een vervelend mannetje ben jij met je ene Pokémon, joh. Hypnosis, hypnosis, hypnosis. En ik weet waar je baas is, jongen. Hij zegt, ik kan niet meer battelen, ik ben moe. Ik moet dit aan de commander geven. Ik zou het zo graag willen gebruiken bij het meer. Oh, kijk hem strompelen. Hij is helemaal moe. We gaan hem alsnog verder achtervolgen. Oh, oh, Cynthia. Cynthia, wat doe je hier? Ze vraagt, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je Pokédex? Ik wilde hier gaan onderzoeken bij het meer, maar het meer is niet open voor het publiek op dit moment. En Cynthia zegt, heb je al gehoord van de geruchten? Er schijnt een eilandje te zijn in het meer. En daar rust een mysterieuze Pokémon. Niemand moet de kamer binnengaan van deze Pokémon. En vervolgens zegt ze opeens, maar heb je die Psyduck gezien op route 210? Ja, die heb ik inderdaad gezien. Cynthia die zegt, ja, die had allemaal hoofdpijn, toch? Moet dit medicijn geven aan die Psyduck? Oh, en dan kunnen we er langs. Ja, dankjewel, Cynthia. En dan gaat ze er weer vandoor. Cynthia, laat je dat gewoon zo gaan. Ja, ik wil naar dat meer, jongen. Gast, laat me er langs. Nee, ik mag gewoon nog steeds niet naar dat meer. Nou, dan gaan we nu maar naar route 210. Psyduck, ze komen jullie redden. Hier, neem dit medicijn, Psyduck. Hier, alsjeblieft. En ze hebben eindelijk geen hoofdpijn meer. Doei, dag later. Geniet van je leven. Kijk, die ene side die weet niet welke kant hij op moet. Kijk hem rennen. En dan kunnen we eindelijk hier langs. Oh, en Cynthia die is er ook weer, joh. En ze zegt, ja, niemand weet eigenlijk waarom Psyduck zo hoofdpijn hebben. Maar kan ik je om een gunst vragen? Wil je deze Old Charm geven aan mijn oma in Celestic Town? Er zijn zeldzame Pokémon tussen deze route en Celestic Town. Dus het gaat het sowieso waard zijn. Natuurlijk, man, natuurlijk. Dus we moeten nu hier naar Celestic Town. Ik wilde daar dus net al naartoe. Maar dat ging niet omdat ik dus toch nog geen strength had. Ik dacht dat ik die al had. In de schijn. Dus allemaal zeldzame Pokémon te zijn tussen hier en Celestic Town. Dus ik ben benieuwd welke Pokémon. Ik ga geen eens praten over deze Pokémon. Deze Pokémon kom je overal tegen. Dit is geen zeldzame Pokémon. Oh, ik kan niet ontsnappen. Gaan we nou ook nog zo stom doen dat ik niet mag ontsnappen? Echt. Oh, bijt hem even stuk. Bijt hem even stuk, die Ponyta. Hoppakee, let's go. Let's do this. Daag. We vinden een super repel. Ja, als ik alleen maar Ponyta's blijf tegenkomen, dan ga ik die repel sowieso gebruiken. Cynthia, jongen. Cynthia zit mij een beetje lekker te maken dat hier zeldzame Pokémon moeten zijn. Waterpuls hem even. Hotseflots. Dit gaat sneller. Oké, gun mij tenminste 1 zeldzame Pokémon. Ik wilde in het begin al een Pikachu vinden, maar die kon ik ook al niet vinden. Is dit Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl de Special Ponyta Edition of zo? Is toch ongelofelijk, man. Als we wel een shiny tegenkomen, dan ga ik die gewoon vangen. Dan moet die gewoon in mijn team. Maar moet Infernape er dan uit? Want dan hebben we 2 vuur Pokémon.
Yo, ik zat gewoon te dromen. Zit er opeens hier een ninja in de grond, joh. Wat doe jij daar dan, joh, ninja, met je 4 Pokémon? Waaronder de epische Pokémon genaamd Zubat. Geef hem even lekker kopstootje, joh. Beam! En Scroopy. Drapion is trouwens best wel een flink goede Pokémon. Die heb ik een keer gebruikt in mijn playthrough. Ik vond Drapion echt heel fijn om mee te spelen. Alleen ja, Psychic Moves zijn vervelend tegen hem. Oké, Golbat is ook down. Daarmee gaan 2 Pokémon een level omhoog. Super fijn. Gerrit wil Muddywater leren. Dat wil ik wel, denk ik. Die is wel prima. En door. Duo battle. Oh, tegen Raichu en Gyarados. Wow. Oké, dat is wel ziek. Raichu en Gyarados. Dan moeten we vooral Raichu even heel snel slopen. Night Slash op Raichu. Wow. Die houdt een 1 HP over. Maar gelukkig heb ik mijn aanval met Donald ook getarget op Raichu. Donald is wel paralyzed nu. Dat is een beetje jammer. Maar Raichu is in ieder geval weg. Dus dat is nice. XP'tjes voor leven, jongen. Meer dan 1000 XP's voor die Raichu. Gyarados gooit even een waterval op Absol. Dan gooi ik een Night Slash op Gyarados. Ja, Gyarados is, blijft altijd ziek. En die doet een crunch op mijn Golduck. Golduck is paralyzed, maar doet wel Zen Headbutt. En is het dan klaar? Ah, nee joh. Zieke Gyarados. Die kan gewoon even 3 klappen vangen van Pokémon die veel sterker zijn dan hij. Wat? Ondertussen lopen we over bruggen, water, weet ik veel waar we helemaal zijn. We kunnen hierover balanceren. Oh, en dan hebben we weer zo'n Henky, jongen. Waar komen jullie nou de hele tijd vandaan, joh? Ninja boy. Met een Dustox. Sparky. Nog een keer. Lekker. Jeetje, wat een gebied is dit, joh. Volgens mij, dit moet wel een heel belangrijk itempje zijn. Hier ligt al een pokeballetje. TM30 Shadow Ball. Ah, dat is inderdaad niet verkeerd. Dus even kijken. Blade kan die leren. Maar ik weet niet of ik dat wil, want mijn special attack is niet zo hoog. En dit is wel een special aanval, dus kan ik beter niet doen. Zonde van de TM. Hier zijn echt superveel trainers, jongen. Ik heb net weer... Ik zie ze ook gewoon niet. Ik heb net een vechtmannetje verslagen. Nu moet ik weer tegen een ninja. En wisten jullie dat Simba een olifantengeluid maakt? Hier, luister goed. Dat klinkt toch als een olifant? Wel een sterke olifant, want letterlijk met 1 klap is Krogunk weg. Oké, volgens mij moeten we nog 2 trainers verslaan hier. Dit is de eerste. Birdkeeper Brianna. Met hoet hoet. Hoet hoet heeft volgens mij maar 1 poot, hè. Dat is echt super gek eigenlijk. Kijk, zie je? Hij heeft maar 1 poot. Noctowl heeft volgens mij wel 2 poten gewoon, toch? Ja, zie je? Die is gewoon normaal. Maar ja, mijn Spark is veel te sterk, joh. Jaws gaat nu naar level 31, terwijl sommige echt al 37 zijn. Oh, Jaws wil Leaf Tornado leren. Die is best wel goed, denk ik. Ja, alleen, ja, hij wil nog wel eens missen. Dus ik denk toch dat ik dat niet ga doen op dit moment. Er staat hier nog iemand. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik ga gewoon lekker doorlopen. En dan zijn we al nu in Celestic Town. En daar is ze. De oma van Cynthia. Of was het nou de moeder? Anyway, in de volgende aflevering gaan we kijken wat de moeder-oma van Cynthia ons te vertellen heeft. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan. En dan mis je geen enkele video in december. Dan zeg ik mazzel.